Dit nummer is Last Girl, heet dat. Het is een van de oudere nummers van Ghost Sucker. En hij heeft heel veel gedaantes gehad. En het leukste ervan vond ik eigenlijk dat het een nummer was als een kameel in de woestijn. Weet je wel, dat ze heel erg deinend de hele tijd om hetzelfde themaatje heen meandert, zeg maar. En het gaat dan van heel klein wordt het heel groot. En in feite is het hele tijd dezelfde sfeer. En toen op een gegeven moment kwam er het verzoek in overleg met de producer om dus zeg maar een soort breuk erin aan te brengen. En dus op zoek te gaan naar toch een moment waarop het verandert. En dat is uiteindelijk heel erg goed gelukt. En toen was het nummer voor mij echt nog... Het eerst was het eigenlijk een hele lange slepende partij. En toen kwam er een heel spannend middenstuk in. En ik ben heel trots op dat zoiets gelukt is, zeg maar. Okay. Het zijn dus twee basisakkoorden waarin het hele nummer zich afspeelt. En dan... die dan de eerste melodie gaat leggen. Dan zou ik meteen het fijn slavisch sfeertje wat ik heel tof vond. En toen kwam er een contrabassist bij. En die speelde... Een omgekeerde. Deze melodie is weer... Deze komt op verschillende manieren terug in de muziek. Dit is dus een omgekeerde melodie zoals deze gitaar hier speelt, meen ik. Deze. En de cello doet het van... En dat heeft allemaal weer. Het zijn allemaal als. Ze reageren op elkaar. Hier komt. Vals, maar prachtig. Dubbeling van dat. En dat is zeg maar de belangrijkste melodie op die akkoorden. Er zit volgens mij ook nog een heel grappig contrabas idee. Er tegenin. Wat heel. Swingend element was als je de drums erbij zet. Het heeft dan een heel erg... Je ziet de kamelen als het ware. Deze ik wel. Ik vind het echt heel fijn als al die dingen samen in elkaar grijpen en dus allemaal, ze zijn op zichzelf staand, stelt het geen bal voor, maar zodra je het met elkaar gaat combineren wordt het allemaal heel erg... En welk beeld zeg maar had je hiervoor? Want je zei, ja, dat je... Ik zie echt hier een soort Arabisch, maar ook een beetje, het is meer een soort, ik heb het hele tijd over Slavisch melodietjes en zo. Ik heb dat altijd prachtig gevonden, die hele dik opgelegde emotie en die hele... Hele trieste toestanden, weet je wel. Ik heb ook... Ik zing het zelf al behoorlijk desperaat en zo, maar Asta kan er ook wat van. Doe je de kale zangtricks? Even kijken, waar zou ik dat eens mee laten horen? Want ik ga het echt niet los laten horen. Dat kan ik haar echt niet aandoen. Dat vindt ze niet grappig. Nee. Komt-ie. Hide in the light, the heat of the sun. Vanuit dat moment komt dan het nieuwe stuk. Ik zal even beginnen bij de solo. En vanuit die solo loopt het over naar eindelijk andere akkoorden. Ja.
lokale basis. En we zijn weer terug in de woestijn. We zitten weer op die kale. Zo stom is het natuurlijk die kale. Ah.